Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hans Lekkers, goeiedag. Dag meneer Lekkers. Ramon Slegers van de Omgevingsdienst Noord-Gelderland. Goeiedag. We hadden een afspraak voor de milieucontrole voor het aspect energie. De energiecontrole begint in de machinekamer van het zwembad. Alles wordt gecontroleerd. Wat eigenlijk de grootste energieverbruikers zijn, daar kijken we naar of dat daar het potentieel ook aanwezig is. Bijvoorbeeld de pompen om het water te circuleren, die moeten gewoon energiezuinig zijn. Daar kun je heel veel op besparen. En de luchtbehandelingskasten, want de luchttemperatuur in het zwembad die vraagt heel veel energie, maar die moet ook vers blijven. Dus dan moet ook koude lucht van buiten naar binnen komen. En dan proberen we daar een oplossing te zoeken om dat zo energiezuinig mogelijk op te lossen. Controle duurt een uurtje en het resultaat is behoorlijk. Nou, hier is nogal winst te halen. Het afvalwater, want het vuile water als je het zwembad gespoeld hebt, dat wordt nu met 30 graden op het riool geloosd. En dat is zonde. Dan moet je eigenlijk de helft van de temperatuur af kunnen halen en die terugwinwarmte, die kun je weer gebruiken om het nieuwe water wat je weer aan moet vullen, weer voor te verwarmen. En zo worden alle zwembaden in Gelderland gecontroleerd op energieprestaties. Helemaal goed. Oké, dankjewel. Dankjewel.